Nee, ik kan de teller niet op nul zetten. Goeiedag, het is week 37. De week waarin Pieter Omtzigt terugkwam. Kaag wegging, Bijleveld wegging. Rutte bleef. Hugo de Jonge bleef. André Hazes een burn-out had. Biden Echt? werd uitgejouwd. En Gavin Newsom in Californië bleef als gouverneur. Ja. Wij je nieuws een beetje gevolgd? Ik heb het wel gevolgd, maar niet met notities en dingen. Ik, was, ik, was, ik ben net terug uit Parijs. Ja, je, had een, je had een beetje een functie elders, hè? Ik had een functie elders. Ik heb, ik heb wel wat veldwerken kunnen verrichten qua uh, QR-code in de horeca. Hoe ging dat? Ja, dat ging eigenlijk, ja, het ging eigenlijk super makkelijk. Want in Parijs kan je gewoon helemaal nergens eten of drinken. Dus je, kan wel, je mag wel een boodschappen doen en die op je hotelkamer opeten. Maar je wilt toch vaak wel... Boodschappen kan zonder QR-code? Nou, zijn wel... die mensen gek geworden? Maar, maar, maar wel met een mondkapje. Ah, overal overal mondkapjes. Ook in de hè? Uh, ja, tot als je zit. Jezus zeg. Het ja. is nog, nog Duitser dan Duitsland. Maar dat het bedoel is... ik Duitsland in de jaren 30, hè? Je weet wel, met de joden toen. Ja, maar wat ik me wat ik dan. ook oh, die joden, ja. Uh, ja. die. Maar wat ik maar Die, die QR-code, als je gevaccineerd bent, hè? Want heel veel mensen die gevaccineerd zijn zijn Die vinden die, die, die QR-code ook lastig, omdat het moreel verwerpelijk is. En dat snap ik aan de ene kant ook wel. Maar als je gevaccineerd bent, dan liggen alle gegevens klaar dat je die QR-code hebt. Je moet hem alleen maken. Dat kan via die app of via een, een link dat je de, die QR-code kan uitprinten. Dan hoef je die app niet te gebruiken. Ja, precies. Maar mensen die, die zich niet gevaccineerd hebben, die spuug je dan recht in hun bek natuurlijk. Moreel gezien. Ja, maar de, dat, dat, de solidariteit maar dat, weg uit de samenleving. Nee, dat, dat is we zo gaan denken. Maar dat is ook een keus. Dus, dus, ik respecteer hun keus toch ook. En, maar zij gaan dan meteen weer zeggen dat, dat, dat ik een max schaap ben. Omdat ik, me, omdat ik gewoon naar de horeca ga. en me daar met een QR-code loop te wapperen. Nou ja, de, in de, horeca, dan. de horeca in Frankrijk. Ja, oh. ja. ja hier in Nederland ga ik sowieso niet naar de horeca, Wat echt gewoon veel te duur. Nee, ja, dan Parijs. Nee, nou, nee. Parijs is al honderd jaar veel te duur. Nou ja, het was echt goedkoper dat, dan toen je, Amsterdam. Toen je klein was, dat je dan op, op vakantie ging alleen, dan kwam je in Parijs en dan was er je geld op. Nee, maar het is, het is daar echt, nu is het hier duurder, heb ik ervaren. En niet alleen in dat restaurant waar ze heel veel vergeten waren op de rekening te zetten, maar ook gewoon een glas wijn kost gewoon 4, 5 euro. Weet jij toevallig of je in Parijs of in Frankrijk, want dat zal overal wel zo zijn, ook als je gewoon corona gehad hebt, of je dan ook zo'n QR-code kunt krijgen? Nou ja, dat, dat, nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat je overal op straat, op de stoep, tegen tentjes aanloopt waar je je kan testen, gewoon buiten. Ja, precies. Maar kun je ook testen op antilichamen? Ja, Want op dat... zich, dat zou dat. Voor zover ik onderhand begrijp, is wel dat. Nou ja, staat, staat er redelijk vast volgens onze laatste onderzoeken. Maar ja, dan ja. wisselt ook elke week natuurlijk wat er vast staat. Ja. Dat als je corona hebt gehad, dat je dan qua antistoffen veel beter, veel meer geramd zit nog dan wanneer je een, um, een vaccin hebt gehad. Dus het zou wel logisch zijn natuurlijk als, we, als je dan dus een QR-code eist, dat je de mensen die het gewoon gehad hebben, ja. die dus die antilichamen dus hebben zonder dat ze het vaccin wilden, op zijn minst ook toelaat. Binnen de logica van het mensen weigeren zonder zo'n QR-code, ja. zou dat heel goed passen, vind ik. Ja. Of je nou voor of tegen bent. Ik zie hier dat, verder geen kant in. Dat, dat dat beleid een beetje wordt gebruikt... om mensen die zich niet willen te vaccineren... zeg maar te chanteren... zich wel te, te vaccineren. Dat is bij komstigheid. Een neveneffect. Dat is een, oh ja, een ja, neveneffect. Neven ja. dat is, dat is op een gegeven moment was in Amerika... collateral damage heel erg uh, in gespraak. Oh, ja, ja, ja. daar, daar komt dit vandaan. Ja, Frenzy fire vond ik ook heel mooi. <laughs> ja. Daar kreeg je collateral damage van. Ja. Ik maar, maar ik, 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 ik had een, uh, een berichtje op Facebook gezet en uh, daar zei ook iemand, uh, ging, ging dus er tegen in dat ik, dat ik uh, weer voor de makkelijkste weg ging en dat ik me gewoon als een makschaap gewoon doet wat iedereen wil. Maar ja, ja. ik ben gewoon aan het werk en ik wil gewoon eten. En, ja. en wat, als ik gewoon naar het buitenland ergens ja. wil eten, ik ga niet koken of een broodje eten op de hotel nee ah, nee nee maar het is sowieso natuurlijk als je in een ander land bent dan dan conformeer je het toch ook in principe je ja. gaat niet naar een ander land toe en zegt van nou ja maar ik vind dat gewoon de Nederlandse wetgeving hier moet gelden ja de, 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 ik bedoel je gaat ook je 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 vaccineert je ook voor gele koorts en weet ik veel wat waar je maar heen wil of uh, mm -hmm. dus maar dat is een ander land maar als je daar op fysiek gaat, sowieso, dan heb je geen andere keuze. Want anders ben je gewoon, dan maak je misbruik van mensen hun gastvrijheid. Ja. Maar waarom doe je dan wel moeilijk als het... Nederlanders doen gewoon... Omdat je moeilijk in Nederland geen keuze hebt. Je, hebt. je woont in Nederland, daar staat je huis. Je hebt niet de keuze om te denken van, nou, dan ga ik maar niet naar Nederland. Ja. Als je het er niet mee eens bent. Ja. Zeg maar, als ik naar China moet en ik moet een of andere chip ingespoten krijgen en ik besluit naar China te gaan, dan ga ik niet zeggen dat ik een chip krijg ingesloten, poten, want dat heb je van tevoren op Dat Ja, in je besluitvorming. Ja, ik snap het wel, maar ik, ik. Zal ik het anders nog een keer uitleggen? Nee, maar ik, ik vind het gewoon, ik, ik, je moet. Ik bedoel, ik ga, ik ga ook ophouden mensen wappies te noemen, denk ik. Behalve dan Thierry Baudet, dat mag ik wel een wappie noemen. Ja, maar geen wappies ook, zeg maar één. Ja, maar, maar ik bedoel, mensen moeten het gewoon lekker zelf weten en. Ik wil dan ook geen Max schaap genoemd worden. Nee. Want ik doe. ik wil gewoon. Mensen lekker met een, nee, met een. Met een, een... enorme bel. Nee, ik moet gewoon ook gewoon uh, eten en uh, werk verdienen. Ja. Uh, geld verdienen. En daar moet, nee. ik, daar moet ik voor naar plekken waar ik me moet kunnen, kunnen laten zien dat ik geen, geen gevaar ben voor de omgeving. Ja. En ander, anders moet ik weer bij uh, Vadertje Staat aankloppen voor, uh, voor bijstand. En die, die, dat zien ze liever ook niet. Nee. nee, ik ben het daar wel mee eens. Maar dat blijft de, de, ja. de wetgeving krankzinnig vinden. En ik geloof, kijk, weet je, als het zo is dat, dat we met een vaccinatiebereidheid van 90% of zoiets hè, in Nederland, dat is gewoon fix. Ja, maar het is nog niet bereikt, hè? Nee, we zitten op 70% of zo. Nou, oké, okay, maar stel dat we dan op 70% zitten, dan zou die 30%, want die 30%, zijn, die 30% dat zijn niet de jongeren die, uh, die bij dansen bij ons gaan hangen. Nee. Natuurlijk niet. Dat, dat zijn de schapen Die laten zich echt wel, echt wel prikken. Als je daar gewoon tegen zegt van, hé, hey, uh, heb je een prikje, dan loop je weer kans dat je een meisje mag neuken. Nou, dan staan ze allemaal in de rij. Dat je een meisje mag prikken, bedoel je? Precies, precies, precies. Ja. Dus kijk, die, 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 die mensen die de meeste weerstand bieden, dat is allemaal, ja, dat, die, 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 die... Die komen al niet zo heel veel in de horeca, denk ik. Dus dan, dat is dan gewoon een risico, kun je gewoon nemen als samenleving. Ja. En als het dan alsnog fout gaat, dan werkt dat, dat vaccin gewoon niet goed genoeg. Ja, en dan moet dan je moet een dus beter vaccin hebben. Beter vaccin en dan kom je in de eindeloze toestand van bijprikken. Ja, ja dat Wij, is dan maar zo. We gaan, we gaan altijd, bijprikken. altijd bijprikken. Wat de toekomst er ook uitziet, we gaan meer prikken krijgen en niet minder. Dat is gewoon nou. een feit. Over werken gesproken, u heeft gewoon wel weer potverdomme gedoneerd. Ja, terwijl het toch niet wat zien was eigenlijk. Ja, het was echt. Uh, oh ja, het ziet er, ik Niet gekeken, ik durfde niet. Nee, ik, ik ook geen filmpjes en dingen. En greenscreen. Gewoon even beeld en geluid goed. En dan uh, gaan we later weer toeters en bellen toevoegen. Ja. En een uh, goede uh, daspeldmicrofoon kopen. En dat uh, kan inmiddels dankzij uh, uw, uw donaties. En daar zijn we hartstikke blij mee. Zeker. We kunnen er nog niet van leven. Ik moet, we, moet nog steeds. Uh, kan jij er al van leven? Nou, nou ja, het is niet zo erg dat ik naar Parijs hoef om eentjes uh, bij elkaar te schrapen, maar het uh, ja. geen vetpot, nee. Ja. nee. Maar goed, laten we het over het nieuws hebben. Maar je echt het nieuws. Het echte nieuws. Kaag is dus weg, hè? Ja, Kag maar, maar, maar niet helemaal. Het is weg als minister. Ja, dat was eigenaardig. Wat, wat een, ik stond al juichend op de Champs-Élysées van... Uh, Kaag is weg, maar toen las ik ook gewoon tussen de regels door dat ze nog wel uh, fractievoorzitter is. Ja, dat was raar, want als je een stukje terugkijkt over haar eigen motie van afkeuring bij Rutte, ja. toen werd ze doorgevraagd door Ouwehand. En, Auwe, en de, dat is dus de reden, omdat Ouwehand toen doorvroeg, daarom is Kaag nu weg. Want Ouwehand zei van, wat was de conclusie die u zou trekken? En zij zei, ze, ik denk dat ik wat uiteindelijk mee geweest En toen zei Ouwehand, dus u zou opstappen als, als, uh, als partijleider van uw partij, zo ja. zegt zij dan. En dat bevestigde Kaag. Maar, maar ouwe han, dus van wie is ouwe hand? Van de Partij voor de Dieren. Je weet toch van de oh, ja, oh, ja, ja, ja. ja. En nu is Kaag dus niet opgestapt als partijleider, maar wel als minister. Maar in ieder geval, ja. omdat ze toen daarin is, op is doorgevraagd, wat haar conclusie zou zijn als ze een motie van afkeuring zou krijgen, want uh, bewindslieden hoeven helemaal niet op te stappen bij een motie van afkeuring. Dat heeft Rutte wel bewezen, zullen we maar zeggen. Zit er überhaupt nog iemand in het demaginair kabinet? Die erin zat toen de verkiezingen waren? Ja, de, nou, of is alleen Rutte? Uh, en en Grapphaus misschien. Ja, uh, Grapphaus was er ook al langer. Ja. En en verder hebben we al, al vijf mensen, vijf of er zes mensen. Dat ver... weg, ja. Zou het nog gezellig zijn? Wat denk jij nou? Ja, vakka. dat klinkt altijd heel stoer, maar inmiddels uh, ja. doet het meer aan kanker denken dan aan uh, een, uh, een kabinet. Ja. Oh ja, het K van het kabinet natuurlijk. Ja. Ik dacht K van klein. Een kleine kamer. Kleine, klein kabinet. Klein, maar, maar goed, Kaag is weg. Uh, en... Het was wel feest hoor. Ja, heb jij nog een debatje gezien? Ja, stukjes heb ik gezien. Want het was een debat over... En Ajax voetbalde namelijk ook tegelijkertijd. Oh. Daar heb ik ook stukjes van gezien. Nou, dat was... was fantastisch hè. Ja, vond ik dan... heb alle goals gemist. Want ik heb nu en dan, dan eventjes... Dan keek ik ernaar en toen dacht ik van... Ah ja, nee, dat is toch echt niet voor mij. Maar... Uh, dat had ik ook met het debat, dus daar lag ik <laughs> beiden een beetje. Dus eigenlijk helemaal niet. En tussendoor keek ik volgens mij nog uh, Richard Osman's House of Games. Wat is dat? Nou ja, een van de BBC spelprogramma. Oh. Dus, maar ja, Kaag, het uh, was ook zo hooghartig. Het, 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 het is gewoon dat zich weer terug is volgens mij, anders was ze ook niet afgetreden. zich die legde gewoon steeds precies de vinger op de... de ook in dat debat? Ja, dat oh. was ook... Zo, Kaag die zat dan de hele tijd zo van ja. En, en want om zich die vroeg gewoon door: van wie was het dan verantwoordelijk? En Kaag zei: Ja, alles ging een goed overleg en zo. En dan zei Om zich zo van ja. Hé, hey, als je binnen 24 uur wil uh, evacueren, dan moet er toch iemand uh, knopen kunnen doorhakken. Dan kun je niet eten dat met elkaar in overleg zijn. Dat kan niet. Dat ja. is niet de manier waarop dat gaat en zo. Ja, want het bleek ook nog uh, dat. Uh... Dat Frankrijk gewoon al uit zichzelf had aangeboden: hé, hey, we gaan vliegen. Ja, willen dus, nog iemand mee? Willen nog iemand mee? Nee, joh, laat maar nee, zitten. Joh, gek, ja. Nee, die ja. zitten allemaal hartstikke goed daar. Ja, dat kreeg op zich ook eigenlijk boven tafel: dat het dus geen, geen worst case scenario is. Ja, geen worst case scenario. Nee, maar gewoon dat je. Nee, dat, dat, dat kan alleen maar goed gaan, toch? Dat is een van de, van de meest. Rechtgraag landen uit de wereld, uh, daar even gewoon weggaan. Ja, dat doen die Amerikanen wel goed, want Biden, die doen natuurlijk alles goed. Ja, ik zag de eerste beelden waren alweer een beetje door. Ik kom al een beetje door van ophangingen en uh, vergeldingen. De, ja, de CNN is een beetje weg. En uh, instrumenten vernielen. Volkszanger uh, doodgemaakt. Ja. achter in de auto. Ja, nee, en gewoon een uh, die onder iemand vandaan schoppen en ze lekker laten bungelen en dan leuk met z'n allen gaan schieten. Denk ja. Ik denk ook bij zoveel schieten dat ik denk: van kogels kosten toch nog ook geld. Ja, en waar is dat touw dan nog voor nodig? Ja. nee, kogels kosten geen geld als de Amerikanen die gewoon allemaal laten liggen. Natuurlijk. Oh, ja, kost dus alleen geld ik... als je zelf moet kopen. Dan krijgen ze. <laughs> en over tien jaar droppen we gewoon nieuwe kogels. Ja, in dat Midden-Oosten, daar, daar sterven best wel mensen gewoon voor, die, voor al die vreugdeschoten in de lucht. Want die komen allemaal wel weer terug. En ze nu raken ja? ze iemand of een geit. Of oh. weet ik veel wat. Een geit? Een geit. Ja, ja. Ze zien dat hij net geneukt wordt. Ach, moet dat nou weer? Ja. Dit, is, dit, is, dit is net een show. Is ook zo. Is ook zo. Maar goed, krijgen ze dus weg. Maar ik had het eigenlijk niet, uh, niet op gehoopt. Niet op gehoopt zelfs. Uh, of niet op gerekend? Niet op gerekend. Ik had, uh, wel, had, wel wat, wat denk je? Dan komt ze terug in een nieuw kabinet. Ik, ik kan me niet voorstellen. Volgens mij vinden ze het ook helemaal niet leuk meer. Ik bedoel, ze is zo vernederd uiteindelijk. Ja, maar, ja, ik. ik, ik, ik. Maar, maar dat bericht dat ze zei dat ze nog aanblijft als fractievoorzitter. dat doet toch geloven dat ze nog hoop heeft. Dat... Ja, maar ze is de Kamer gewoon ingestemd met de laatste verkiezingen. Als ze nu opstapt uit die fractie, dat is natuurlijk. dat is ook nog eens gewoon kiezersbedrog. Ja, maar dan komen we. Ze is niet, ze is niet gekozen als, als, als minister. Ze is gekozen als fractievoorzitter. Ja, maar. maar, maar ze, ze, als er nieuwe verkiezingen komen, dan gaat ze weg. Dat denk ik wel. Ja, ja, nee, dus ja, dus, zeker. Dus als de, en en die, die nieuwe verkiezingen die, die kunnen bijna niet uitblijven eigenlijk, helemaal omdat omzicht nu is. Het wordt is het vast... lastig. Want de ChristenUnie heeft ook uh, kaag weggestemd. Ja. En D66 is gewoon wel de, de ene grootste partij. Nou, als je die wegdenkt, weinig kans. Ja. En sowieso, de VVD staat in de plus in de peilingen. Ja. Maar het is heel, dat is, zijn dat ook de peilingen waar die omzicht al in meedoet? Ja. Niet minder in de plus, maar nog steeds. Ja, maar die vijf, gaan... wat, wat zijn die 25 zetels van, van omzicht waard? Ja, dat is, uh, uit de peilingen komen ze bij het CDA vandaan, burgerbeweging. Uh... Ja, nee, maar wat, waar komen ze vandaan? Maar wat, weet je, gaat hij gaat als een eigen partij. Waar haalt hij dan 24 uh, of 30 capabele mensen vandaan? Dat wordt ook gewoon weer een zooitje. Er komen al die, die, die golddikkers weer. Die, die bij LPF hebben geprobeerd en bij uh, Forum. Uh, misschien gaat Haga er wel weer bij. Ja, dat denk ik niet. Dus ik ontzicht een beetje ken. Nee, dat is een probleem voor omzicht. Want die kan natuurlijk eigenlijk. Ik weet niet, 25 omzichts nodig. Maar ja, hij is meestal een eentje. Ik zag wel dat zijn vrouw. die had zich teruggetrokken ja, bij het CDA-lokaal. Ja, dus die, 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 die kan op de lijst. Die kan op de lijst. Die, 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 oh, het zijn die dochters van. Hebben drie dochters toch? Ik heb geen idee. Of was dat Hugo de Jonge? Nee, die mag je niet verwarren met elkaar. Nee, dat is... Nou, we komen denk allebei van het CDA. Ja, ik denk dat ze allemaal wel een drie dochters hebben. Dat is een beetje standaard, hè? In de ja. christelijke, uh, op het christelijke... Erg goed. Platteland. Ja. Maar uh, ja, nou ja, dan hebben we dus hem, zijn vrouw. Hij nou, is al wel een paar medewerkers hebben meegenomen bij het CDA. Die kunnen ook allemaal op de lijst. Nou, dan ben je al met z'n zes of zo, of zeven. Dan weet ik veel, hoeveel medewerkers zo'n man heeft. ja... Um, ja. Ja, ik vind het wel spannend. Maar ik denk ook helemaal niet dat hij dan, als het erop aankomt, dat hij 25... Kijk, als, als je nu een opiniepeiling krijgt, dan zegt iedereen dat ze om zich gaan stemmen. Gewoon dat het kabinet gewoon, gewoon, gewoon mondstalterig vindt hoe het onderhand gaat met de politiek. En... Maar wat doen ze als ze straks in het stemhokje staan? Precies, dan stemmen ze allemaal gewoon weer Rutte. Ja, of Rob Jetten. Want die komt dan weer terug. Ik denk het niet. Want die was toch nu ook nummer twee, gewoon achter... Ja, nee, misschien komt hij wel terug, maar ik denk niet dat iedereen om gaat stemmen. Nee, maar dat hoeft niet als je lijsttrekker bent. Nee, maar je zei net dat iedereen erop ging stemmen. Oh ja, ja, nee, maar je komt kennen alleen maar wat je zegt, hoor, niet de realiteit. Ja. ja, ik ben niet zo scherp. Ik heb net zes uur auto gereden, ja. of vijf of zo, weet je wel. Ja. ja. Half uur vertraging bij Antwerpen, maar er dan een beetje zo tussendoor gieren. Ja. ja. Gieren van de stress, ook zweet op je rug. Nee, we hebben totaal geen stress. Oh. Ja. Uh, allemaal podcast geluisterd. Kijk of ik ze onthouden heb. Dan ja. heb, heb ik nog zinnige dingetjes te vertellen. Je weet het niet. Ja. Bijleveld is ook weg. Ja, maar die. Uh, die, die gisteren ik, zei hij nog. Wat er ook gebeurt. Ik blijf zitten, want ik moet mijn klus afmaken. Ja. Maar dat. Uh, Even voor, voor de. Voor, gewoon voor mijn idee. Bijleveld was toch defensief of niet? Eh. Uh, en, en die, hoe heette die andere ook alweer, die ik altijd verwar? Oh, die, 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 die wat verwarde. Ja, Bijleveld, Ank Bijlevscheld. Hoofdmeester zeg maar. Uh, Boekersknol. Boekers ja, die kan niet in de rentje defensie doen, die is de ment. Oh moet ja, iets de... anders doen. Wat zou die doen, transport of zo? Dat heeft niet nog met evacuatie moet te maken. Moet ik het opzoeken? Nee joh, laten we niet, niet net doen alsof we voorbereid zijn. Nee. Jij bent voorbereid? Ja, ah, ik heb. Ik heb nou, ja. nou ja, weet je. Ik heb me alleen maar geërgerd door een uh, taal had uh, Kaag wat, met, wat er nog opviel. Oh ja, Kaag die zei dus daarvoor, er op een vraag, of zij Rutte nog wel vertrouwde, was de vraag. Ja. Toen zei ze ja. Hey. En laatst zei ze dat ze alleen haar man en een paar vrienden vertrouwde. Hey. Ze vergat ook de kinderen toen. Dat oh. Dus Kaag die vertrouwt dus haar man, ja. een paar vrienden, en Rutte, die aantoonbaar gelogen hey. heeft. Hey. Dat is dus de wereld waarin maar ze heeft toch een nou, motie, motie van wantrouwen. Oh nee, die heeft ze niet gesteund. Nee, ja. van afkeuring. Die heeft ze ingediend. Die heeft ze in, oh, dat toch wel, hè? Ja. ja. En wat ook, Kaag had een praatje dat ze opstapte. Ja. En dat eindigde ze met dat ze iedereen God zegen toewenste. Nou. Dat is toch een beetje moslim, beetje, beetje, beetje moslimtaal. Dat is wel een fucking messia's-idee, zeg. Wat zou er in haar hoofd zijn dat zij denkt dat mensen op zegen uit de mond van een mevrouw Kaag zitten te wachten? Ja, Ja, het is toch een beetje dat. Uh... En sowieso, wat is er met D66 aan de hand? Het is toch de meest reguliere partij die er is? Of, of... Ja, dat, was nee, regulier... vroeger, dat, dat was vroeger een, een, een algemene middenpartij. Los van godsdienst. Ja. Onderwijs? Ja, ja precies. En, en daar nog weer voor waren ze gewoon de anti-establishment partij. Ja. Nou, er ja. is geen partij meer. Establishment onderhand dan D66. Ja, ik, ik las laatst dat uh, volgens mij was het in de volkskrant dat die, die, die foto na de verkiezingen dat ze op de tafel staat. Ja. Dat dat, dat dat eigenlijk zo gespind was dat ze... Er bestaat een foto van, uh, van Mierlo toen ze voor het eerst in de Kamer gestemd werden in de jaren zestig. Dat serieus. Dat die, uh, nou, stond niet op de tafel, maar dat die wel gewoon in een kroeg met een geheven biertje... Uh, en dat was een iconische foto toen. Ah. En dat ze dachten van, we hebben nu, uh, als we gaan winnen, we moeten ook een iconische foto. Dus er is gewoon gezegd van... Uh, springen op de tafel en ja. die fotograaf was al ingehuurd om dat vast te leggen. Er was maar ja. één fotograaf daar. Ja, ja die achteren, en die heeft dat op ANP gezet, bene. Ja. En het is ja. zo geanceneerd en dat achteraf ook nog goed gepraat. Zo van, het is waanzinnig. Ja. Of... Even kijken hoor. Je moet die, uh, die, 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 dat je laptop automatisch uitgaat, dat moet je uitzetten als we nieuws doen. Ja, ik weet niet hoe dat moet. Ja, dat moet je aan mij vragen. Ik, uh, Dat ik mij ook nog afvroeg, ja. ik zag in vrij Nederland. vrij Nederland had een stuk met ons kop, want ik heb het verder niet gelezen. Dat <laughs> Graag op het laatste limpertje nog, uh, eigenlijk Rutte in een moeilijke positie heeft geworden. dat ze toch nog heeft laten zien wat nieuw leiderschap dan inhoudt. Ja. En Vrij Nederland neem ik aan, bedoelt daar dus mee. Dat zij dus, omdat ze eerder had gezegd dat ze bij een dergelijke motie zou opstappen, ja. ...daadwerkelijk opstapte. Dus dat was een e woord... van gisteren dus. Of, of, ja. Van deze, want die kwam, kwam altijd uit. Ik zag niet op Facebook. Je... Oh, ja. Ik, weet ik, niet, ik wie heb de... geen idee. Van, uh, van, van, van Thijs niemands verdriet geloof ik. Maar weet okay. niet meer zeker. Maar nou, volgens mij is het nieuwe leiderschap... ...van Kaag gewoon het, precies... ...eigenlijk wat het probleem is tegenwoordig. Namelijk gewoon geen leiderschap. Gewoon inderdaad overleggen met iedereen... ...zodat er niemand verantwoordelijk is. dat er een soort, soort van... ...half zacht compromis uitkomt... ...waar niemand blij mee is... Ja. Gewoon, zeg maar, dat, 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 dat grauwe, visieloze, kloteloze gekabbel, ge, ge ja. zeg maar. Er is eigenlijk maar één man die nieuw leiderschap heeft laten zien. Of je het nou voor of tegen hem bent, maar Trump had nieuw leiderschap. Ja. Dat, dat, die... nee, nou, nee, het is geen nieuw leiderschap. Dat is dus inderdaad wel oud leiderschap. Maar dat is wel leiderschap. Dat is wel leid... Het is leiderschap. Nieuw leiderschap is helemaal geen leiderschap. Nieuw leiderschap is gewoon een beetje... Een beetje beetje poeselig tegen elkaar aanhangen... en waar, je, waar de mensen met wie je overlegd bij zijn... niet altijd negatief shit en, over zijn. En zeggen. fractiediscipline en ook zoals uh, de, dus als de Kamer over vak K dan afspreekt... dat ze gewoon allemaal hetzelfde zeggen, altijd met één mond spreken... zodat er ja. geen spel tussen te krijgen is. Maar, 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 maar nooit eens een keertje je verantwoordelijkheid nemen... en luisteren wat de Kamer zegt, want die controleren dan. De Kamer gewoon een beetje afschilderen als... als uh... Ja, Als een lastig bijproduct waar, waar, ze, waar ze mee moeten dealen. om toch hun eigen plan door te drukken. Ja. Wat ik gisteren dacht. Uh, is wat we eigenlijk moeten doen in de Tweede Kamer. dat zou gewoon echt heel, heel, heel interessant zijn. Ja. Gewoon bij iedere stemming. gewoon altijd ook een hoofdelijke geheime stemming. Een soort backup stemming. Een backup stemming. Dat we gewoon weten van. oké, okay, formeel vindt de Kamer dit. maar eigenlijk vinden ze dit. Nou. Ja, maar we, 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 hoofdelijke stemmingen zijn, zijn, zijn nooit anoniem. Hè? Nee, dus, maar ja. deze dan, dus wel. Ja. Het moet dus anoniem. Ja, maar waarom, stemmen we, waarom niet gewoon altijd hoofdelijk anoniem stemmen? Nou, omdat je vaak hebt dat iets, wordt, uh, bijvoorbeeld, iets gaat niet door omdat er geen meerderheid voor is. Maar je wil wel weten wie de mensen zijn die ervoor zorgen dat er geen meerderheid is. Ja, maar je kan dan zeggen, wel zeggen bijvoorbeeld dat van het VVD. Nee, maar gewoon als je, stel je, je gaat gewoon een keer stemmen en je kijkt naar gewoon de resultaten uit het verleden en je wil weten wat, wat die partij waar je op gaat stemmen, wat ja, die mensen wel, daar, wat je, die ze wel ervan vinden. Dan kun je kijken naar de resultaten anders moet je alleen maar afgaan op wat ze zeggen. Nee, maar je kan zeg maar wel de, de, de uitkomst van de fractie van de VVD, hè, daar, daar waren er uh, 15 voor en 13 tegen, maar dat je niet weet wie die 13 waren. Ja, maar je stemt dus op een mens als je Tweede Kamerverkiezingen, je stemt niet op een partij. Ja, maar er, er wordt zeer weinig hoofdelijk gestemd. Dat is, ja. dat is echt bij uitzondering. Ja. Vooral als. als, als... Nee, precies, Maar het heeft ook in geen in de zin. Het administratief de... heeft het ook geen zin. Het is alleen maar ingewikkelder. Want als je hoofdelijk al die stemmingen gaat doen. dan gaat iedereen dus toch stemmen. wat hij beloofd heeft. Ga toch volgens de fractiediscipline stemmen. Want er staat een camera op. en ja. uh, ze hebben ja. het daarvoor afgesproken met elkaar. Het is gewoon meer moeite. Maar als je een geheime hoofdelijke stemming ernaast doet... dan kan iemand denken van ja, weet je, ik heb hier wel voor gestemd... maar ja, fuck it, ik vind het gewoon kut. Ja, dat viel me wel tegen van omzicht toen hij nog niet uh, overspannen was. In, in een van die Rutte-debatten, volgens mij, dat er ook hoofdelijk gestemd wordt... en dat hij die, dat die toch gewoon met de fractie meest stemde. Ja, maar het is maar deels zo. Hè. Kijk, je bent het nooit helemaal eens met je partij, dus... Je binnen, als, je, als jij een Kamerlid bent, dan, dan vind je bepaalde dingen vind je heel erg. En misschien krijg je daar dan gelijk op. Hoewel daar geen meerderheid is, omdat jij dan bij iets anders voorstemt. waar jij eigenlijk op tegen bent. Mm -hmm. Dat je op die manier daar een beetje in schippert. is natuurlijk niet rampzalig. Ja. Maar we hebben natuurlijk onderhand wel het idee. dat die Kamerleden voor het grootste deel. gewoon achteroverhangende backbenchers zijn. die gewoon tot, de, tot, tot het graf zeg maar, betaald worden. Om gewoon een beetje uh, ja, een ceremonieel taakje te verrichten, namelijk het, het volgen van de fractiediscipline. En wat je op een gegeven moment natuurlijk wel wil, en dat, gewoon waar mensen naar smachten, is gewoon een man als omzicht die uiteindelijk toch gewoon op zijn ja. minst zegt waar het op staat. Maar, ja, maar wat, je, wat, je, wat, wat ook altijd om de hoek komt kijken, dat toen. Uh... Uh, de televisie omroep Ponte begon. Die gingen het omstel, uh, van binnenuit het bestel omverwerpen. En die, die zijn nu ook luie backbenchers geworden. Ja, ik weet het niet. Ik zie het nooit. Nee, maar ja, ik bedoel. Uiteindelijk komt het erop neer dat, dat, het, dat ze ook nu establishment zijn. En af en toe nog wel een opzienbarend programmaatje maken. Maar ja. dat het vooral belastinggeld binnenharken is. Het is ja je gegund, maar. Het, van binnenuit wordt er in ieder geval niks nou, kapot gemaakt. Het zijn ook de juist dezelfde mensen steeds hè, bij Pounce. Ja. Dus, kijk, op een gegeven moment snap ik wel dat je. Ik bedoel, je blijft als mens niet die jonge hond. Op een gegeven moment wil je gewoon ook wel wat rustiger aan hè? Ja. Maar ja, het is wel een probleem. Zullen wij ons Maar Pounce aanzien... is wel minder afgevlakt dan D66. Hè? Ja. Zo. Maar ja, ze ja. hebben het ook veel korter over gedaan. Zullen wij ons aanmelden bij omzicht? Voor lijst omzicht? Nee. Nee ja. Nee joh, als je wil afgewezen worden, dan is dit de manier. <laughs> ik, uh... Volgens mij loopt het nog wel synchroon, hè? Ja, het lijkt zo. Beeld wel. en geluid. Ja. Het is een uh, spannende ja. ding, hoor. Ik zie, ik zie een lichte vertraging, maar, ja, dat maar die is altijd al. Die, die, die is altijd al. Ik vroeg me af wat ik me ook de afgelopen dagen afvroeg. <laughs> zo? Dat vroeg ik me dus af. Ja, ik vroeg me dat ook af. Wat heb jij de afgelopen dagen afgevraagd? Ja, Afgevroegd. Is Kaag nou echt een goede diplomaat? Ik bedoel, we weten dat ze het zelf vindt en we weten ook dat ze het zelf zo van overtuigd is dat andere mensen geneigd zijn om te denken... Van... Hoe worden diplomaten beoordeeld eigenlijk? Ik, ik ken geen één diplomaat en laat staan hoe die beoordeeld wordt. Nee. Ik weet dat er een keer een Russische diplomaat was die... Uh die zich op zijn onschendbaarheid beriep in Den Haag... omdat hij zijn vrouw had geslagen of zo. En ja. dat, 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 we, dat, we ze toch, dat we hem toch wilden berechten. Ik weet niet of dat nou uiteindelijk gelukt is. Ja, en, dat we, eigenlijk... hebben we, en we hebben al die diplomaten die, die gewoon een auto neerzetten... waar ze willen omdat ze toch niet vervolgd kunnen ja. worden. Hè? Dat was pont in de goede tijd. Ja, dat was pont in de goede tijd, ja. ja. Ja, ik weet het op zich niet. Je zou denken dus je zou denken dat een goed diplomaat is... degene is die het beste voor zijn land, het meeste eruit weet te slepen. Ja. En niet voor zichzelf. En niet voor zichzelf. Maar Kaag is natuurlijk inderdaad zo'n zo 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 ambtelijk product. wat uiteindelijk altijd zal zeggen: van ja, nee, maar we moeten het daar samen voor. We moeten het als een team doen. En het gaat om samenwerking. Dus die nooit iets goeds voor Nederland eruit zal slepen. Sterker nog, waarschijnlijk is er ervan overtuigd dat Nederlanders. die het allemaal zo goed hebben. en allemaal zo verschrikkelijk blank zijn. en het zit allemaal al zo mee in het leven. Mm -hmm. laat die maar wat extra betalen. Of extra inspanningen plegen, of het, of het, of, 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 of het nou, helemaal niks uit de kan krijgen, waar de rest van de landen proberen het onderste te krijgen. Ja. Ik denk helemaal niet dat zij een goede diplomaat is. Het lijkt me heel sterk. Maar is dus ook bij de algemene beschouwing is ze niet aanwezig omdat ze dan uh, iets diplomatieks zijn. Nee, die, diplomatiek nee, 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 ze is wel aanwezig. Want ze is geen minister meer van Buitenlandse Zaken. Dus ze heeft niks meer te zoeken bij de VN. Ja, dat is leuk. Ja, zeker. Oh, nee. Ze gaat niet naar New York. Dat, ik denk dat ze dat nog het ergste vindt als ik uh, een ja. klein beetje uh, ja. zo inschat. Goed. Ja. Alleen ze is dan dus niet meer verantwoordelijk. Nee. Okay. Dat is ook nog wel weer interessant natuurlijk. Dan heb je dus die, die ex-minister. Hij heeft nu opeens heel veel vertraging. Laten ja. we heel even pauzeren. Laten we even pauzeren. Dus ze, ze, ze blijft nu wel. Ja, en, en dan, uh, nou leuk, algemene beschouwingen met Kaag, met, ze, met Kaag. Gaat ze Rutte heel erg aan de tand voelen? Ja. Dat is geen niet meer van vak K. Ja. Dan zien we misschien een leuke Kaag. Nou, wat, 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 wat gek is natuurlijk, is dat nu, een, vroeger je had een motie van wantrouwen, dan moesten ze eigenlijk de eigen minister wel opstappen. Ja. Ik denk zelfs dat die formeel dan nog wel kon blijven, maar dat, dat is nooit gebeurd. Dus dat, nou ja. Maar een motie van afkeuring was gewoon, ja, dan kon je het als minister eigenlijk, kon je gewoon blijven. Dan wist je van, nou ja, ja, ik heb het zo gedaan, ze zijn er niet blij mee. Maar eigenlijk, sinds Kaag natuurlijk is opgestapt nu en Bijleveld erachteraan, is er een nieuwe soort van, daadwerkelijk een soort van nieuwe doctrine ontstaan, waarin een motie van afkeuring, kennelijk gaat dat dus niet meer niet alleen over beleid, maar moet degene die het beleid heeft gedaan, daar zijn conclusies uit trekken. ja. En dat heeft Rutte natuurlijk als laatste wellicht niet gedaan. Nee, hij is ook de last man, last man standing. Ja. Zullen we, zullen zou hij weg gaan, denk je? Ja, ik... Denk je dat zou er nog een kabinet met Rutte kunnen komen? Ja, maar uh, hoeveel dagen moet hij nog demissionair zijn om Lubbers ingehaald te hebben? Want dat is toch het enige waar hij voor leeft? Ik weet het niet. Ik denk als die demissionaire dagen voorbij zijn... Die, dan die tellen dan... toch mee als ministerschap? Ja, dat denk ik wel. Oh. Maar dan, dan zal hij weer denken van ja, maar heel veel van die dagen zijn demissionair en dat had Lubbers niet. Dus dan ja. heb ik misschien wel meer dagen, maar wel minder goede dagen. Dus dan wil hij denk ik toch ook nog wel weer het aantal gewone dagen van Lubbers redden. Ja. Ik weet het niet, ik ga het niet bijhouden. Ik heb er ook geen zin in. Hij is wel weer heel erg traag nu. Maar goed, uh, ja. zullen we eens dus naar het buitenland gaan of zo? Nou, ik weet niet. Wil je nog iets zeggen over Ank Bijlenveld, waarvan we vermoeden dat hij van Defensie was? Nee. Nee, er valt eigenlijk niks te zeggen over die mevrouw. Nee. Behalve dan dat ze zo op het oog ongeschikt is voor de functie. Ja. Ja, nou ja, André Hazes heeft dus een burn-out. Ja, mensen, Hazes? want we hebben dus uh, twee verschillende opnames dat... nu lopen voor de zekerheid. Ja, maar André uh, Hazes is depressief? Hij heeft een burn-out. Oh, burn-out. Ik dacht, maar met zijn vriendin die is in, in rehab in, in Spanje. En daar mochten we niet over berichten, want dat was ook hmm. niet. Uh... Dat was, dat was zielig. Maar ze hmm. ging aan zichzelf werken. Maar verder heb ik er ook heel weinig over te dat zeggen. Ze hadden wel gewoon een uh, stel nieuwe tatoeages laten zeggen. Toch? Dat is bij dat volk aan jezelf werken, volgens mij. Ja. Piercings, tatoeages, borstvergroting. Meer ja. wordt er niet gewerkt, denk ik. Mm, vrouwtje is zo groot ook. Ja, is dat zo? Ja, volgens mij is die. Althans, ik weet niet hoe groot. Andere And And hazen die zegt heel petit. Ja. ja, en dan is zij nog een stuk kleiner. Ja, dat is wel waar. ja. Het is een kindvrouwtje. Hè? Ja. Goed. Jammer voor hem. Uh, Larry Elder heeft dus verloren in Californië. Oh. En ik eigenlijk, ik heb daar nauwelijks nieuws over gevolgd, over gezien, gewoon. Ik kwam erachter van de week dat bijna al mijn nieuws van YouTube en van Facebook afkomt. Maar Californië leefde daar helemaal niet. Dus ik, uh, ja, dat is gewoon jammer. Hij had van tevoren al gezegd dat er waarschijnlijk fraude gepleegd werd. En dat leek ook wel dat er enige fraude is, is ook wel waarschijnlijk. Want er was een of andere Crystal Meth-verslaafde, uh, die had de 300. Uh, die uh, ballots thuis liggen. Ja. Nou, dat riekt wel naar in ieder geval een onregelmatigheid in het... Uh... Ja. Maar volgens mij heeft hij wel genoeg verloren om uh, daar wederom... Uh, ja, daar kun je een groot punt van maken. Maar je gaat er niet alsnog mee winnen, zeg maar. Dat is met Trump. Um, verder. Uh, ja, je had dus een 9-11 herdenking. Ja. Daar werd Biden uitgejouwd. En Biden die liep daar met wat andere um, hote methoden, zeg maar. Ja. En die uh, zag zo wat mensen daar staan die st dicht bij de hekken stonden om hem en de mensen om hem heen te zien. En die liep toen naar ze toe. Om naar ze toe te lopen deed hij heel gezellig zijn mondkapje af. Toen hij ging dichterbij ze staan deed mondkapje af. Ach, wat sympathiek. En toen werd hij ja, eigenlijk uitgejouwd vooral. Maar dat had hij ook niet echt door of zoiets. De, de, dan trok er weer zo'n grote uh, grijns over zijn gezicht. En uh, ja, toen wachtelde hij eigenlijk weer wat naar de groep toe. Huh? En, uh, ja, ik weet ook niet waarom ik dit vertel. Want, maar waarom werd niks. hij uitgejouwd? We, we... Omdat mensen hem kut vinden natuurlijk. Ja. Vanwege Afghanistan vooral. Ja, niet vanwege dat hij echt kut is. Nou, hij heeft natuurlijk nauwelijks nog een persoonlijkheid. Een deel van zijn de persoonlijkheid dat is onderhand wel verkookt. Ja, die, die recall verkiezingen in uh, Californië, daar heb, heb, heb ik helemaal niks van meegekregen. Hoe is dat, dat met die... Nauwelijks. Kevin Newsen, Ja, die, is, die gaat dus door. Dat, heb, dat vertelde ik net. Larry Alder is niet geworden. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Oh, dus ja, Kevin Newsen gaat door. Ik zat toch weer eventjes op de techniek te letten toen. Ja, en verder heb ik er dus niet, ook niet veel over te melden, want het ging mij. Het ja. viel me op dat eigenlijk niks erover bericht, wat. Nee, maar je, je weet ook niet met hoeveel procent. Nee, of... ik weet, nee, ik heb het gewoon niet kunnen vinden. Ik heb het niet heel hard gezocht. Misschien dat het onderhand wel online staat, maar ik kon het niet vinden. Hmm. Maar hé. Hey, onze kijkers die kunnen dat gewoon in de comments kwijt, natuurlijk. Want die, ja. die weten dat allemaal wel. En die weten alles sowieso. Ze gaan, uh, gaan, gaan een een mailtjes sturen over kijkers. wat we allemaal niet weten. We hebben echt een heel hoog niveau, kijkers. Ja, ja, ja. Nou ja, dat lijkt ook zo omdat ons eigen niveau natuurlijk ja, maar, ja, wij, wij, zoveel te wensen overlaat, zal ik maar zeggen. Nou ja, of we stimuleren elkaar heel erg. Ja. Ja, ja, nou, ja dat is toch toch. Nou ja, ik denk dat het voor de mensen heel fijn is dat we hen zo serieus nemen dat we niet alles voorkomen. <laughs> Ja, nee, we, een, een van onze donateurs zei volgens mij, uh, of was het in de comments, die zei: uh, Beter dan het NOS-journaal. Ja. ja, dan vraag ik me af, hoeveel is daar dan voor nodig? Ik kijk daar nooit naar. Nee? Ja? Ik vond het vroeger wel goed. Ja, wist ik veel. Ik was klein. Ja. Zullen we eens een keer gewoon een week lang alleen maar naar het NOS-journaal kijken? Maar nee. is dat niet een idee van jou ooit? Ja, het was wel ooit een idee van mij. En veel mensen bij TPO hebben dat ook wel gedaan: een beetje recenseren. Eerst. Ah uh... oh, ja. Bart, nee, Schuit. En later. Bas, nou, ja, Bas Schuit. Nee, nou, ik weet ook niet hoe die mensen heten. Mensen. Ik, uh, ik heb nog een leuk nieuwtje. Ja, nou, ik ben er gek op. Influencers in Duitsland, die moeten voortaan als ze betaald worden voor de content die ze, zeg maar. Uh, promoten. Showen. Ja. Het gaat, denk ik, over stringetjes, dit. Moeten ze dat erbij zetten dat, ze, dat, dat het reclame is. Dus dat het niet. dat mensen niet denken dat het oprecht advies is. Oh. Ik vind dat eigenlijk wel een goede regel. Ja, maar dat, op televisie is dat al. Hè? Dat, dat je dan moet zeggen: Van. Herinner uh... je nog goede tijden, slechte tijden? Ja. Vroeger, dat zo'n heel dienblad met Coca-Cola binnenkwam. <laughs> met alle logo's naar de camera. Ja, van de glazen ook. Coca-Cola-glazen in een café. Heb je het ooit gezien? Zeg maar gewoon zo'n zo glas met rood Coca-Cola erop. Niet eentje met zo'n vorm. Oh nee, echt? Nee, gewoon echt bom. Letters. Prachtig. Ja, In oude tijd bestaat dat nog, goede tijden. Ja, zeker. Het is de langslopende Nederlandse uh, soap. Langer dan, dan het National. Nee, <laughs> daar had je me. <laughs> Bam. Ik, uh, ja, Ik had het genoeg toen het net lockdown was vorig jaar: uh, dat ik uh, de verlaten studio's van Goede Tijden, Slechte Tijden voor de Volkskrant mocht fotograferen. Ah dus uh, en toen was, was ik de eerste fotograaf die zonder begeleiding door die decors mocht uh, banjeren. Hoe ging die soap toen door dan? Met Zoom of zo? Ging iedereen met elkaar Zoom bellen? Nee, de, die, 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 was, die was toen echt gepauzeerd. Het seizoen was ook net... Uh, ze hadden net het einde van het seizoen ook al opgenomen. Want er is dan wel een soort zomerstop. Wow. En daar moest er wel een soort ander eind uh, aan, 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 aan gefixeerd worden. En buiten mag je, mocht je wel filmen. Dus dat hadden ze toen met wat buitenopnames uh, uh, Oh, wanneer is het dan buiten, zeg maar? Als je dan gewoon een huiskamer hebt zonder dak erop, is het dan nog buiten? Nee, maar het is gewoon echt buiten, tussen de en de bomen. Oh, en, ja, ja. Ja. In één keer gingen ze allemaal een tuin bijhouden, ja, en wandelen ja, in het bos en vissen en zo. Ja, oh ja dat is me allemaal ontgaan. Ik moet toch eens een keer wat beter de actualiteit volgen. Nou ja, ik weet niet of dat de actualiteit is. En in de VS moet je nu verplicht vaccineren. Als je voor de ja. overheid werkt. Als je, bij groot, als je bij een bedrijf werkt met meer dan 100 werknemers. Ja. Maar dan zou je toch denken dat als je dat niet wil. dat je gewoon je bedrijf heel makkelijk kan opsplitsen in een paar bv'tjes. Ja. Dat je gewoon iedere soort weer een eigen bedrijf. En wat is het voordeel dan dat je.? Een... Dat je niet hoeft te vaccineren. Als je dat gewoon niet wil. Oh, maar dat je dan, dan. dan werk je niet voor de overheid. Dan werk je niet voor een bedrijf met meer dan 100 in. Ah, werknemers. op die manier, ja, ja. Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Maar gek genoeg in Amerika, als je dus immigreert het land in. omdat je een vluchteling bent of omdat je gewoon. het zat bent in Mexico of daaronder in de grens oversteekt, ja. dan hoef je je niet verplicht te vaccineren. Ja. Sterker nog, 40% weigert het. Het heeft er geen zin in. Ja. En die worden allemaal vervolgens netjes verdeeld over de staten daar. Nou, hier dat heb toch, je, raar, toch? Hier heb je toch ook dat immigranten of voormalige immigranten. dat de vaccinatiegraad daar erg laag ligt? Ja. Ja, en dat het is, is zo gek dat je die, dat je die mensen niet op zo'n uh, anti corona demonstratie Nee, dat, en dan zou je bijna denken van, ja, weet je, dat eigen volk van ons, dat hebben we wel onder, dat hebben we onder de knie hoe we dat te doen moeten komen. Ja. En die mensen komen al met vreemde cultuur, hoe dat precies moet, dat weten we niet, laat dan maar. Ja. ja. ja ik, vind het, ik vind het verontrustend, want inderdaad, uh, om even weer naar Nederland te komen, uh, de anderhalve meter samenleving wordt afgeschaft. Had jij de indruk dat hij nog aan de gang was trouwens? Ik, zat er wel, uh, ik, ik, ik hoorde toevallig een fragment uh, van Rutte, dat die, uh, de, van die persconferentie, die zei. Uh, de anderhalve meter uh, samenleving, uh, zoals die uh, verplicht was, nog steeds, wordt dan afge. Uh, en toen dacht ik, ja. Ik, ik... Wij maken nu al weet ik hoe lang, elke week zo'n filmpje, we hebben nog nooit iets gehoord. Zelf verwacht dat YouTube dit eraf knalt, toch? We zitten veel te dicht bij elkaar over het algemeen. Ja, maar dit is werk. Oké. Okay. En, uh, ja. en ja, wat voor werk? Precies. Keihard hard werk. En ik vraag, ja, je altijd, ik vraag je altijd als je hier de deur binnenkomt om even je, je papieren te laten zien. Ja, mijn QR-code eventjes. En ja, een handtekening te zetten. Ja. En je pincode achter te laten. Ja. Oh, ja, een pasje mag ik altijd toch houden. Dus dat vind ik wel ja. sympathiek. Ja. Maar goed, we krijgen dus een QR-code voor de horeca, maar niet voor de terrassen. Ja. En, uh, de... en we gaan lekker clubben. Hè? Nachtclub. We gaan lekker naar de nachtclub. Met een QR-code? Nee, want die gaat dan om 12 uur dicht. Oh, die gaat nog steeds om 12 uur dicht. Ja, dat, dus dat de, lijkt... de nachtclubs mogen open, maar dan zijn het toch gewoon avondclubs? Ja. Ja. Dus, dus dan zijn er geen nachtclubs open? Nee. Nee, want nee. de nacht begint in mijn beleving na twaalf. Ja, hoewel ik wel vind dat een club die het, zeg maar, met name dan open is... die om tien uur bijvoorbeeld al open gaat... Ja, dat mag. ...wel nog steeds een nachtclub is. Ja, omdat die voor het grootste gedeelte na twaalf open is. Ja. 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 En, maar wij hebben dus ook nog steeds gewoon open grenzen. Ja. Ik ben dus ook weer gewoon uh, alle landen doorgereden. Ja, en trouwens uh, over die. welke bedoel je. Uh, ja, nou, en Nederland. En oh, ja, ja, ja. Maar uh, ik had het wel over die QR-code. Maar bij het hotel hoef je hmm. dat niet te laten zien. Hoef je ook geen vaccinaties te laten zien. Hmm. Maar ik denk dan wel, want ik had in dit hotel. Uh, maar als je dan wel naar de ontbijtzaal, ja dan wel. Een ontbijtzaal moet je dan weer wel laten zien. Ja, dan moet je ook binnen met een mondkapje waarschijnlijk. Ja, ja, naar je, naar je tafel lopen. Ja. En dan loop je langs, en dan steeds als je weer een nieuw, nieuw, nieuw bolletje gaat halen. met uh, ja. laffe, laffe, Franse shit erbij. Ja. Dan moet je weer op. En dat was en werkelijk waar. Het, het, ja. was in dat was in dat hotel. Ze hadden niet eens uh, bacon met, uh, met, 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 met roerij, ze, ze hadden alleen maar pannenkoeken en croissants ja. en, en brood. Ja, Kut Fransen. Ja. Oh ja, toen zei ik, he, he, heeft u niet iets van uh, gebakken eieren of zo? Nee, hoor, we hebben daar een gekookt ei. Een koud geko gekookt ei. Dat kon ja. ik krijgen. Gewoon alleen maar van die zoete, zoete laffe meisjes shit. Ja. Het is gewoon echt een land voor meisjes, hè? En daarmee hebben ze ook die Foreign Legion natuurlijk. Ja, wel lekker aan handen. Die moeten ze uit het buitenland halen. Ja. Ook dat was veldwerk wat ik daar aan het doen was, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, je gaat ja. niet voor je plezier naar Parijs. Dat is nee. al heel lang niet meer. Nee. Ja, nee. Maar goed. Je hebt, ook, je hebt nog een lijstje? Ik heb nog meer oh, nieuwtjes, jezus, man. Ik heb meer nieuwtjes. Ik had al laten vallen dat de vrouw van omzicht bij het CDA. Het het is. Um, ziekenhuis in New York, die doet geen bevallingen meer. En de reden is omdat. Ik de... heb nog nooit een ziekenhuis zien bevallen. Nee, maar dat, dat, ik, ik heb ook nog nooit een kraamvrouw zien bevallen. Maar als een kraamvrouw geen bevallingen meer doet, dan is er wel iets. Uh... Ja. ja. Goed, en de reden is dat te veel mensen ontslag hebben genomen, omdat het dus uh, verplicht is nu voor personeel in ziekenhuizen om gevaccineerd te zijn. We hebben nu zoveel mensen ontslag genomen dat ze dus niet meer die zorg kunnen bieden. En dat vind ik eigenlijk super gaaf. Ja. Ik vind het echt te gek. En, en hoe gaan ze dat dan oplossen? Ik denk dat ze afgaande gaan omscholen. Daar komen we er hele smak van binnen. Ja. Dan moet je iets te doen geven. Er zitten ook nog een paar vrijwilligers in Quantanamo B. Ja, is dat nog zo? Jazeker. Dat, ja, dat weet ik. Ik weet, weet, ik weet wel dat er een boel zijn vrijgelaten. Ja, dus er, dat... was, er was onlangs. Ik, ik las een interview in, ergens met een van die ontsnapte. Nou, vrijgelaten toch? Ja, dat zei het verhaal niet. Oké, okay, oké. Okay. Ja. ja, ik zag een heel mooi dingetje. Het is jammer dat, dat zouden eigenlijk foto's bij moeten laten zien. Daarom had ik het weggelaten. Maar, ja. uh, Trudeau, Justin Trudeau. Foto's van Justin Trudeau en de jonge Piedo Castro. Echt? Ja. En de Trudeau's die waren echt zukke maatjes met de Castro's. En ze, gingen, ze hadden zo'n heel open huwelijk. Ja. Mevrouw Trudeau was 30 jaar jonger dan de man ook. Die was 18 toen ze met hem trouwden, hij was 48. Dus zijn ze nog steeds samen? Uh, nou, van mij, hij zal wel dood zijn, denk ik. Maar uh, dat zijn ze dus de ouders van Justin. Oh. Yeah. En Justin, die is verwekt ergens rond 71, toen zij daar in de regio waren, op hun tweede uh, honeymoon. En uh, dat is redelijk verslagen waar ze al waren die honeymoon. Behalve één geheim eiland waarvan ze ook tegen de pers zeiden... we willen niet dat jullie het weten en we willen ook niet dat jullie erover bericht geven. Oh. Vervolgens heb je dus van die beelden van hun uit het vliegtuig komen... op het eerste officiële staatsbezoek aan Cuba. Ja. Dat zij echt, echt Fidel Castro ook omhelst en de hele tijd zo met, gewoon met twee handen... zo zijn hand vastpakt en daarnaast ja. hem staan en zo. Echt gewoon als, als bekenden begroeten ze elkaar daar. Ja. Alle mensen die het dus uh, gediebunked hebben dat hij zou, de zoon zou zijn van Fidel Castro, die zegt van ja, maar dat eerste officiële bezoek, dat is pas van na zijn geboorte, dus dat kan niet. Ja. Maar als je die honeymoon meeneemt en je ziet gewoon die foto's, gewoon exact hetzelfde gebit, het, gewoon dezelfde trekken. Uh, kijk, wat wij ook vergeten is dat Fidel Castro, dus voor ons allemaal zo'n oude, breekbare man, maar het was een reus van een vent toen hij jong was. En ja. groot, echt zo'n beer van een gast. Het was een super knap man. Dat ja, hij gewoon de hele dag aan het neuken was met wijven. Ja, met echt? mevrouw, met dames. Gewoon echt. Gewoon zijn privégarde erop uitstuurde. om er minimaal twee voor hem te regelen elke dag. Is, uh, is, is, is zijn broer nog aan de macht? Of oh, vergeten. Dat was, die was toch op een gegeven moment. Raoul. Raoul, ja. Dat ja. weet ik niet. Weet ik niet. Ja. Maar dat is echt. Dat, dat moeten mensen maar eens even googlen. Gewoon even. Die, als je die foto's even googelt. Het is echt. Nou ja, het kan toeval ja. zijn, het kan allemaal toeval zijn, ja. maar het is volgens mij niet hoe genetisch toeval uh, werkt over het algemeen. Nee. Uh, verder is er nog nieuws, dat uh, je had die aanslag op de, de luchthaven bij Kabul, hè? Mm -hmm. En toen heeft de VS gelijk een gast gedroomd die ervoor verantwoordelijk was. Ja. Nee, dat was niet die gast. Nee, wie was het dan? Het was een gast die werkte voor een, uh, de, de, voor een Amerikaanse hulporganisatie. Oh. En hij, zat niet alleen, en, hoe... en, en hij was niet, geen, geen bommen in zijn auto aan het laden, maar flessen water. En hij was niet alleen in zijn auto, er waren waarschijnlijk ook zeven kinderen in. Ach. En dat is van de New York Times. En die zijn de, nou, tot voorkorten groot fan van Biden, kunnen we Dit stellen. Ja. Is, uh... Dat is best wel een dingetje, hè? Ja, yeah, best wel een dingetje. Ja. No. Nou, ja, Ik weet niet, ja, dat is. Als we mm. internationaal kijken, dat we daar dan ook over ja, ik denk het niet. misschien moet ik die krant toch eens wat vaker lezen, New York Times. Ja, of niet, gewoon. Hm. Even kijken, dan is er nog iets interessants van... Uh, ik, ik ben ook bijna door mijn lijstje heen. Ja, is hartstikke goed, het is ook hartstikke tijd. Ja, hoe lang hebben we al? Uh, drie kwartier. Oh, ja. En het wordt een... tegenwoordig ook veel te lang allemaal. Ja. Ik heb nog twee dingetjes. Ja. General Milly die al uh, generaal was onder Trump, op het hebben die heeft toen Trump, uh, zeg maar zo na de verkiezingen... Nou, toch, laten we zeggen, wel een beetje een beetje verwarde indruk maakte, zullen maar zeggen. Ja. Die is toen gaan bellen met, uh, met de Chinezen. Om te zeggen van, uh, nou, als Trump, uh, als Trump orders geeft om jullie aan te vallen... dan waarschuw ik jullie wel. En dan denk ik ook niet dat we dat gaan doen, hoor. Ja. En? Ik Volgens mij mis ik iets. Nou ja. Ah, er was geen reden om dat ervan uit te gaan dat Trump... China zou willen gaan wow. aanvallen. B, op het moment dat Trump dat wil... dan is hij degene die de orders geeft. En dan is het gewoon, ja. is het gewoon verraad feitelijk... om dan met de vijand te gaan praten. Maar eigenlijk daarvan tevoren al met de vijand. Jij denkt van, oh, misschien wordt China wel onze vijand. Weet je wat, ik bel ze eventjes om te zeggen dat ik ze aan ga waarschuwen. Nou, ja, dat ja. is buitengewoon eigenaardig. <laughs> en ook nog wel zo van, ja, ik denk niet dat ik het ga doen, hoor, als, ik, als het moet. En die Millie was dus... Ik vind, ik vind Millie de, 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 de zus van een tante, ze heette Millie. Dus ik vind ja, dat, dat ik, klinkt ik... Als, als het vriendinnetje van Pluto, hè? <laughs> ja. Nee, Mickey. Uh, ja. 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 En uh, ja, Trump heeft natuurlijk ook gezegd van, uh, ik heb, ik, waar, waarom zou ik China binnenvallen? Wat is voor onzin? Ja, en dat snap ik. En dan, uh, ja, verder, ik wil er niet over uitweiden, want het is ook weer lang geleden. Het is altijd zo, als zo'n kaag aftreedt, alles wat er voorkomt lijkt in één keer zo lang geleden. Ja, het is het einde van een tijdperk. En nog iemand om te haten, ja. die nog niet weg is, en dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Sterker nog, als die niet wordt opgevo Ka o, op, opgevangen. Uh, ja, als, als die niet wordt opgevolgd op kaart dan zou ik me verbazen. Maar Frans Timmermans, die wil het geld gaan... die, die, die heeft gezegd van ja, dat, dat het Green Deal-plan... ja, dat kost wel heel veel geld. Maar als de mensen dan arm worden... dan gaan we gewoon geld opnieuw herverdelen. Dat, ja. gaat, hij, gaat hij al zijn geld terugstorten? Ja, precies. Gaat hij weer klein wonen, gewoon drie onder kop. Ja. kap? Ja, maar dan komt hij de deur niet meer door. Nee, ik denk wel dat hij aangepaste deuren moet hebben dan. Ja. Maar daar is er wel weer een potje voor, toch? Voor aangepaste ja. deuren, denk ik. Die man die is gewoon werkelijk waar nooit ergens voor gekozen, toch? Ook niet voor wat hij nu doet. Want hij is toen uiteindelijk geen voorzitter van de Europese nee, dingen. Hij is ooit in de Tweede Kamer gekozen. Ja. Geloof ik. Nee. Maar wie ja, had hij ook beloofd Ka dat hij geen tweede plek uh, zou innemen? Nou, heeft hij wel gedaan toen hij tweede werd. Hm. Hij heeft uh, beloofd dat hij uh, alleen voor het voorzitterschap ging en anders niks. Ja. Nee, hij is uh, bijna net zo uh, betrouwbaar als Kaag, natuurlijk zelf. Het ja. is opgevallen dat Greta er gewoon uitziet als een soort liefdeskind tussen Kaag en Timmermans. Thunberg? Ja. Ja, ze denkt er, er, denk, denk er een baard op. En, ja. uh, nou, je net zegt. Goed. Sowieso, waar zou elkaar heen gaan, denk je? Ik geloof niet dat ze in een nieuw kabinet gaat. Die komen. hoeft helemaal niks te doen. Die gaat gewoon. Nee, daar. die hoeft niks te doen, maar die wil natuurlijk weer ergens een diplomatieke uh, post hebben zie hij wil secretaris-generaal worden van het een of het ander. Of de voorzitter die, die, die van de, de VN-commissie. Dat is gewoon, dat is gewoon uh, rondreizend plus. Maar je denkt dat ze niet meer internationaal te sluiten is? Ja, dat denk ik wel. De maar dat dan dat? zijn we er ook niet kwijt. En dan is het nog steeds een soort gezicht van Nederland. Ja, maar dan aan de andere kant weet hij. Uh... Ad Melker, er werd op een gegeven moment ook iets bij de VN. En nou, die was gewoon niet meer op het nieuws. En ik heb me er zelf heel hard voor geschaamd. Ja. Nou, misschien weten de kijkers waar ik haar terechtkom. Misschien wordt ze wel burgemeester van. Uh... Rotterdam van de VN. <laughs> Burgemeester van uh, Frans Timmermans. Burgemeester van Brussel, dat lijkt me wel wat vorderlijk. Ja, daar ben ik ook nog omheen gereden. Ja, dat geloof ik ja. Ja, de Heenweg. Nou. Nou ja, het technisch resume. Denk ik dat we vandaag de backup-opname gaan maken. Gaan gebruiken. Ja. Hoewel die, die vertraging er nu wel uit is sinds ik die tweede monitor eraf heb gegooid. Dus ja. waarschijnlijk is dat, dat het probleem. En misschien gaan we ook wel in één keer gewoon de goede uploaden. Ja, gaan we ook in één keer. Want de vorige week had ik opeens had ik gewoon de oude geüpload met een. Nou, ja. ik, ik zei nog zo: Lieve je hoeft dat niet ja. te claimen. Dat, uh, nee, maar. Uh, we zijn beide verantwoordelijk. Dus als we nu de backup-opname gebruiken, dan heeft dat ook weer wat haken en ogen. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen deze aflevering. Denk ook. En dan uh, zien we gewoon de donaties weer. Uh, ja, mocht u willen doneren, belgen. heel graag. Maar indien u daar bijvoorbeeld de centjes niet voor heeft... u kunt ook gewoon zich abonneren op ons kanaal. Op zijn ja. eigen kanaal, U kunt deze video delen aan uw vrienden, familie. Ja, en tegen iedereen zeggen hoe ontzettend te gek wij zijn. Ja, ja, ja. En, Fils... vooral, die, en vooral die ene. Nee, nee, die andere. Ja, ja, die. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Dus... Uh... Want... Uh... En verder, ja, mocht u nog suggesties hebben... Heb jij het de klant van helderder spreken, grappiger zijn, beter voorbereiden. Ja. Dat horen we altijd graag. Ja. Want, uh, hey, volgende week ga ik me in, in nieuwe microfoons verdiepen. Hm. En uh, wat wilde ik nog zeggen? Uh, Hoe moet ik dat nou weten? Nee, nou ben ik het helemaal kwijt. Oh, mijn schuld zeker weer. Ja, het is wel weer jouw schuld. Nou, sorry. Nou. Dan start ik nu de eindtune in, maar die moet ik waarschijnlijk toch met die andere... Nou ja, met, de, met, met die andere... Ik weet pekken. niet, kijk, als, als het afkoppelen van die monitor betekent dat de vertraging weg is... Ja. Kan het best goed zijn natuurlijk dat... Of, of was die vertraging daar ook? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. oké. Okay. Nou ja, dan neem ik dat terug. Nogmaals, uh, dag mensen. En, ja, nee, uh, daar zijn ze, daar. Da, ja, ah, dag, dag, dag. dag, dag. dag. Ja, ik zit gewoon naar mezelf te dus, zwaaien uh, daar... En dan gaan we... Gaan we het weekend in? Ja. Doei!